Hey kijkers van vanavond DVD, welkom bij een nieuwe Skywars video. Oh my god, dat getik is luid. Welkom in ieder geval bij een nieuwe Skywars video. In deze video gaan wij een keihard ownen, maar jongens, jullie zien het van natuurlijk zelf wel. Dit is niet de normale Skywars van de CubeCraft Games server. Dat klopt, dit is een andere server waar ik nu op speel. Dat komt omdat CubeCraft nogal vol zat. Echt super vol. Ik weet niet hoe dat komt, maar het is in ieder geval sowieso een hele populaire server. Dus eigenlijk ook weer niet zo heel erg gek dat die zo vol zit. Maar in ieder geval, wij gaan een keihard even ownen deze ronde. Dus let's go zou ik zeggen. We zijn nu dus met 5 man volgens mij, of al meer eigenlijk. En ik zoek even wat leuke potions om te kunnen gebruiken, zeg maar. We hebben hier ook een poison en we hebben hier een speed. Of in ieder geval, wat is dit? Swiftness. Dus die gaan we alvast even gebruiken. Dan zoeken wij nog even een leuke en dat is de strength. Volgens mij, of nee, we moesten regeneration wilde ik hebben. Dus die gooi ik eerst op mezelf voordat ik, zeg maar, naar iets anders ga. Oh my god, dude. No. Hij beschiet me. Wat een lul. Nee, dude. Doe eens even niet. Zo. Hoppatee. Zo, hapte. Nu kan je me niet meer raken. Hey, dude. Oh, dat is leuk. Even kijken. Hebben we nog... we hebben heel veel arrows. Dat weet ik wel. Maar we hebben gewoon geen boog. We hebben letterlijk geen boog gekregen hiervan. Dus dat is wel even een groot nadeel. Ik ga hem lekker zijn arrows laten schieten. Misschien dat hij er nog iets mee verkeerds doet. Oh, Wedda gaat schieten. Oh, nee. Hij gaat niet schieten. Oké, dat is raar. Dat hij niet gaat schieten. Ik moet hem wel flink even in de gaten houden. Want misschien is hij nog wat van plan. Er is hier ergens nog een fishing rod. Die ga ik snel even pakken. Want die is ook wel handig. Dan kan ik hem er misschien afvissen of zo. Kijk. Zo. Dat is... Nee! Oh, shit! Oh, waarom deed ik dat nou? Oh, come on. Nou, dan gaan we in ieder geval nog een ronde doen. En deze volgende ronde is op een nieuwe map. Oh, deze ziet er best wel cool uit. Het is een soort van... het heeft pokeballs. Dus dat is wel een heel cool effect. Oh my god, deze loot, guys. Deze loot. Heb ik nog ergens leggings? Ja, hier zitten leggings. Oh my god. Nice. Ja, we zitten dus op een nieuwe map. Dit is een hele coole map. Ik zag al hele coole dingen. Ik heb arrows. Ik heb een iron zwaard. Dus dat is prima. Dan gooi ik even regeneration op mezelf. Voor als ik beschoten word. Ik heb een boog. Oh my god, ik heb een boog. Dan ga ik dit even op 1, 2, 3, 4. Notch apple hier. Food daar. Water hier. Oké, let's go. We moeten dus even naar midden. Dus laten we dan maar eerst even naar midden gaan. Kijken of we andere mensen nog zien. Nee. Oh my god, guys. We zitten... Oh, mensen zijn nu al dood ook. Oh my god. Oké, wat cool. Wat cool. Hier gaan we dus even keihard op rocken, guys. Hier gaan we winnen. Ik heb hier een heel goed gevoel over. Even kijken. Wat hebben we hier? We hebben apples. Oké, ik ga heel veel golden apples sparen. Daar hebben we heel veel aan. Ik heb hier een diamond helmet. Die heb ik eigenlijk al. Even kijken wat hij daar doet. Even kijken. Hem beschieten. En kunnen we bang maken. Dus dat is wel mooi. Want dan weet hij van... Oh shit, met hem moet ik niet fokken. Oh my god. Oké, nice. Yes! Goeie loot. Ik check gewoon even de chesten. Kijken of ik daar iets leuks tussen kan vinden. Gewoon de beste loot eruit vissen. Want anders ben je veel te lang bezig. Hallo. Hallo. Oh nee, ze glitchen door het water. Nee, ze glitchen door de lava. Nee, deze lek. Deze lek. Deze lek. No. Nee, shit. Oh my god. Wat lullig. Wat lullig. Ze liep eerst door de lava heen. En toen sloegen ze mij in mijn eigen lava. Wat lullig. Oh my god. Nou, dan gaan we nog maar even een potje doen, jongens. Een derde potje moet goed komen. Nou, daar zitten we dan in een... hoe heet het? Een nether map? Als ik het goed beschrijf. Je start eigenlijk altijd op dezelfde manier met 2 chests. Dus het is een hele simpele Skywars, zeg maar. Dus dat is wel heel fijn eigenlijk. Want voor de beginners is dit dus dan een hele makkelijke Skywars, denk ik. Even kijken, we hebben Diamond Sword. Dus deze kunnen we weglaten. Dan pakken we alvast deze Strength. Die gooien we al op onszelf alvast. Want dit is 1 minuut 47. Dit duurt nog wel 1 minuut 47. Dus dan heb je al goede loot, zeg maar. Of in ieder geval, dan ben je al wat sterker. En dat maakt het ook wel een stuk beter. Even kijken, we hebben dus al gewoon de dingen die we nodig hebben. We hebben eten. Oh shit, we worden beschoten. Hallo. Hallo. Kijk, we gaan even een bow battle doen met hem volgens mij. We hebben nog een strength potion. Volgens mij wordt dat er niet bij opgeteld. Nope. Swiftness. Oh, hallo. Jezus. Hallo. Doe eens even normaal. Holy damn, dude. Holy damn.
Oh my god, we hebben hem. We hebben hem, we hebben hem. We hebben allemaal goede loot en zo. Holy shit. No! Nee! Wat de... No! Ik bewoog en daar... Oh my... I'm done. I'm done. I'm done. In ieder geval, hartstikke bedankt voor het kijken iedereen naar deze aflevering van Skywars. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Volgende keer zal waarschijnlijk op Qcraft zijn. Het is nu even dat die zo vol zat en anders moet je zo'n rank kopen. Ik heb geen zin om daar geld aan uit te besteden, dus daarom doe ik dat gewoon niet. Dus in ieder geval, hartstikke bedankt voor het kijken jongens. Ik hoop dat jullie dit alsnog heel leuk vonden. Laat natuurlijk even een duimpje omhoog achter. En dan zie ik jou de hopelijk volgende keer bij een nieuwe Skywars. In ieder geval, bedankt voor het kijken en peace out!